Heeft u wel eens extra mankracht nodig, maar kunt u vooraf niet inschatten op welke dagen en voor hoeveel uur? Dan kan het slim zijn om iemand op basis van een nulurencontract aan te nemen. Hiermee roept u de medewerker alleen op als u hem nodig heeft. Dat klinkt gunstig, maar er zitten ook haken en ogen aan een nulurencontract. Want hoeveel moet u deze medewerker minimaal betalen? En wat als de medewerker ziek wordt? Met welke regels u te maken krijgt, bespreken we met Bauco van der Meulen. Hij is adviseur bij de zaak. Bauco, welkom. Allereerst, wat is een nulurencontract? Een nulurencontract is een normale arbeidsovereenkomst waarbij alleen niet vaststaat hoeveel uur iemand per week komt werken. En dat hij moet komen als hij wordt opgeroepen. Wat zijn de voordelen van zo'n contract voor een werkgever? Dat heeft met loonkosten te maken, want hij hoeft alleen die uren te betalen die daadwerkelijk worden gewerkt. De eerste 3 maanden. Oké, zijn er nog meer voordelen te bedenken? Dat voordeel is dat de werknemer moet komen als hij wordt opgeroepen. Het nadeel daarvan is dat de werkgever hem altijd moet oproepen als hij werk heeft. Oké, je hebt een aantal belangrijke voordelen genoemd. Je kunt dus de loonkosten laag houden en de werknemer die moet komen als er werk voor hem is. Zitten er ook nog addertjes onder het gras? Ja, heel veel werkgevers denken dat ze bij een oproep, als stel dat ze iemand oproepen voor 1 uur, dan ook maar voor 1 uur hoeven te betalen. Dat is niet zo. Minimale oproep wordt altijd betaald met minimaal 3 uur. Maar Bauco, stel dat ik op een gegeven moment een werknemer gewoon niet meer nodig heb en hem dus ook niet meer oproep, stopt een nulurencontract dan automatisch? Nee, het is een arbeidsovereenkomst. Dus stel dat je iemand van een contract hebt van 6 maanden en je hebt na 3 maanden geen werk meer, moet je hem wel die volledige 6 maanden in dienst houden. Maar wat als er voor de resterende periode echt geen werk meer voorhanden is? Ja, dan ben je toch verplicht om door te betalen naar gelang het aantal uren wat hij daarvoor, in de periode daarvoor, gewerkt heeft. En bovendien, je moet hem sowieso na 3 maanden het gemiddelde betalen van de periode daarvoor. Oh, hoe zit dat precies? Wat veel, veel voorkomt, is dat iemand een vast aantal uren per week werkt. En dan kan hij na 3 maanden claimen dat hij een arbeidsovereenkomst heeft, een parttime arbeidsovereenkomst heeft en geen nulurencontract meer. Aha, dus je kan de werknemer na 3 maanden niet gewoon voor minder uur gaan oproepen? Nee, dat kan niet. Nee, zeker niet. Ik denk dat het ook verstandig is als een werkgever weet voor hoeveel tijd hij iemand nodig heeft, dat hij ook meteen een goede einddatum vaststelt. Oké, nou dat is een hele waardevolle tip, Bauco. Even wat anders. Wat als een medewerker met een nulurencontract eigenlijk ziek wordt? Dan kan hij niet worden opgeroepen, zou ik zeggen. Hoef je hem ook niet te betalen? Dat is een misverstand. Er zijn gevallen dat je een medewerker wel moet doorbetalen, namelijk tijdens een oproep. Als hij dan ziek wordt, moet je hem blijven betalen. En ook als hij al ingeroosterd is, moet je hem 70% doorbetalen. Oké, dus je hebt vaak een verplichting om loon door te betalen. Mm-hmm. Zijn er ook situaties bedenkbaar waarbij dat niet hoeft? Als hij ziek wordt buiten oproepen om, hoef je hem niet te betalen. En aan het eind van een oproep, als hij dan nog ziek is, mag je stoppen met betalen. Oké, Bauco, dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. Een nulurencontract kent dus nogal wat voordelen. Zo kunt u de medewerker verplichten om te komen werken wanneer u hem nodig heeft. En betaalt u de medewerker de eerste 3 maanden alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Hou wel rekening mee dat u de medewerker na 3 maanden een aantal uur werk moet garanderen. En dat u in veel gevallen verplicht bent om loon door te betalen als de medewerker ziek wordt. Op onze website kunt u veel meer informatie vinden over dit onderwerp en kunt u ook een aantal voorbeeldcontracten downloaden. Voor telefonisch advies kunt u altijd contact opnemen met Bauco of een van onze andere adviseurs. Bedankt voor het kijken nu. Graag tot de volgende keer. Dag.